Beste ouders, beste leerlingen, van harte welkom in onze school. Wij vinden het ontzettend fijn dat we jullie in onze derde graad mogen ontmoeten. Laat ik ons eerst even voorstellen. Ik ben Liesbeth Hellemans, directeur derde graad, en ik werk dagelijks samen met een fantastisch schoolteam. Mevrouw Christel Kalders, onze graadcoördinator, onze leerlingbegeleiding, het ondersteunend personeel en natuurlijk ons enorm gedreven leerkrachtenteam. Wij willen jullie graag meer informatie bezorgen over het reilen en zeilen in onze derde graad. Dat kan dit jaar jammer genoeg niet op een real-life infomoment. Vandaar deze ingesproken presentatie. We hopen jullie zo een inkijk te geven in het leven in onze derde graad. Mochten jullie na het beluisteren van deze presentatie nog vragen hebben, kunnen jullie steeds bij ons terecht. Ook de klasleerkracht antwoordt graag op jullie vragen tijdens het online infomoment van 10 september. Vooraleer ik jullie de praktische schoolwerking toelicht aan de hand van onze 5 pijlers, ga ik even dieper in op onze manier van werken in functie van de coronamaatregelen. Zoals jullie wellicht weten, starten we onze school dit jaar in code geel. Dit betekent een laag risico, wat eigenlijk wil zeggen dat er een beperkte overdracht is van besmettingen en dat we in onze school vooral verhoogde waakzaamheid moeten bieden. Hoe doen we dat? We doen dat door eigenlijk een aantal basisprincipes te respecteren. Ik lijst ze hieronder even op. Geen fysiek contact, handen geven of schouderklopjes. Maximaal social distancing bij alle contacten, de zogenaamde 1,5 meter regel. Een veralgemeende mondmaskerplicht, handhygiëne, voldoende verluchting, beperking van aanwezigheid op school van niet-essentiële derden en een opschorting van alle buitenschoolse activiteiten, de zogenaamde extramuros activiteiten. Ik ga nu dieper in op deze principes. In code geel volgen alle leerlingen les op school, 5 dagen per week in gewone leslokalen. De lesdag duurt, zoals ook in de tweede graad, van 8:25 tot 15:30 of als er een 8e lesuur is, tot 16:20. Omwille van bepaalde organisatorische redenen kunnen wij de lesdag later laten starten, bijvoorbeeld om 9:15 of om 10:10, en soms kan die ook vroeger eindigen. De leerlingen mogen dan later starten of vroeger naar huis, maar ze zijn uiteraard ook altijd welkom om op school te blijven. Als uw zoon of dochter niet aanwezig kan zijn, dan meld je dat bij ons op school via de telefoon voor 9:00 of voor 12:50, of je mag ook gewoon een mailtje sturen. Wij verwachten een briefje van de ouders. Dat zijn de zogenaamde afwezigheidsbriefjes die begin schooljaar werden meegegeven, of een ongeschiktheidsverklaring van de dokter, of in heel specifieke gevallen kan ook de directeur toestemming geven voor de afwezigheid. In de derde graad geldt er een speciale regeling in geval een leerkracht afwezig is tijdens het 7e lesuur, bijvoorbeeld in geval van ziekte. In dat geval, zijnde een 7e lesuur, maar geen 8e lesuur, mogen de leerlingen in de derde graad de school verlaten om 15:00 als de ouders en de directie daar toestemming voor gegeven hebben. Ook als er een 8e lesuur studie is, mogen de leerlingen tijdens dat 8e lesuur naar huis gaan en kunnen ze dus de school verlaten om 15:30. Deze regels gelden niet als er een opdracht is of als er een toets wordt voorzien tijdens dat 7e of 8e lesuur. En het is belangrijk dat ouders toestemming geven via het document leerlinggegevens dat u eerder deze week mocht ontvangen. We hanteren ook de regel dat leerlingen tijdens een studie of een springuur binnenblijven op school, er wordt dan ook toezicht voorzien, behalve tijdens het 5e lesuur,
dat is het uur net na de lunchpauze, dan mogen de leerlingen die al buiten zijn, ook buiten blijven. Uiteraard kunnen zij tijdens dat vijfde lesuur ook gewoon in de studie zijn als ze dat wensen. De leerlingen zijn 5 dagen per week op school en er geldt een gewoon lesrooster. Dat lesrooster is beschikbaar in Smart School en net zoals in pre-coronatijden zullen alle opdrachten, taken en toetsen in de agenda op Smart School worden ingevuld. We zullen dat lesrooster wellicht ook houden als basis voor code oranje of rood. Ik vertelde daarnet dat er een algemene mondmaskerplicht op school is. Dat is een van de kerneigenschappen van code geel. Wat betekent dit concreet? Dat elke leerling, leerkracht, een mondmasker draagt binnen het schooldomein. Dus zowel in de klas als tijdens de praktijklessen, als in een gesprek met een leerkracht of leerlingbegeleiding of op het secretariaat. Die mondmaskerplicht geldt niet tijdens de pauzes in open lucht, geldt ook niet tijdens sportactiviteiten en geldt ook niet op grond van medische aandoeningen die dan uiteraard effectief worden bevestigd door een arts. Wij vragen dat de leerlingen een eigen mondmasker voorzien en dat ze ook een mondmasker op reserve meebrengen, zeker als men 8 uur les heeft op een dag. Een andere essentiële regel is de handhygiëne. Handhygiëne kan op 2 manieren gebeuren. Ofwel wassen we de handen met water en zeep, en dat kan in de lokalen waar er een lavabo aanwezig is. Ofwel voorzien we een handgel, wat in de meeste lokalen het geval is. In elk lokaal staat een handgel bij het binnenkomen en we verwachten dat er handhygiëne is bij het betreden van de school, bij het binnenkomen van de klas, bij het buitengaan uit de klas, na het toiletbezoek, voor de maaltijd, voor het verlaten van de school, na het hoesten, snuiten of niezen en in de praktijklessen na het bedienen van machines. We zorgen ook voor voldoende verluchting op school. In lokalen zonder ventilatie kunnen ramen en deuren opengezet worden en in onze I-blok, dat is onze nieuwbouw, werd het ventilatiesysteem aangepast zoals vereist. We zien er ook op toe dat onze lokalen door het poetspersoneel op een degelijke manier worden schoongemaakt. We vragen ook dat leerlingen regelmatig hun eigen materiaal schoonmaken. Wat wil dat concreet zeggen? Bank en stoel op het einde van een lesdag, als een leerling in een studie gezeten heeft of na de lunch in de refter. We vragen ook dat leerlingen hun computer reinigen nadat ze die gebruikt hebben. En dat kan met een reinigingsspray en een papieren doekje dat in elke klas in voldoende mate beschikbaar is. De leerlingen betreden het schooldomein via de grote poort aan de Waaiberg. In tegenstelling tot de voorbije jaren zal het poortje langs de Alexianenweg dicht zijn omwille van werken. Wij mogen dat poortje nog wel gebruiken om met leerlingen die onder andere in de keukens les hebben, occasioneel erdoor te gaan. Dus concreet betekent dit dat leerlingen 's morgens, 's middags en 's avonds langs de grote poort Waaiberg binnen en buiten komen en dat de leerlingen van de 3e graad met hun fietsen in de fietsenstalling van de 3e graad plaatsen. We respecteren hier ook de hygiënemaatregelen. Er zal hier ook handgel voorzien worden. In code geel mogen de leerlingen de school tijdens de middag verlaten, tenzij dat ouders daar via het formulier leerlinggegevens geen toestemming hebben voor gegeven. Wij bezorgen elke leerling een individuele leerlingenkaart en een middagpasje. Dat is 1 en hetzelfde kaartje. Wij verwachten wel dat onze leerlingen zich voorbeeldig gedragen, dat ze 's middags niet op cafébezoek gaan en dat ze niet blijven rondslenteren
in de stad. Van zodra er meerdere leerlingen 's middags op school blijven eten, zullen wij ervoor zorgen dat we de groep in twee splitsen. Wij voorzien twee shiften om te lunchen in twee refters, zijnde een groep die zal eten van 12 uur tot 12 uur 25 en een groep die zal eten van 12 uur 25 tot 12 uur 50. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat onze leerlingen op een veilige manier met voldoende afstand van elkaar kunnen lunchen in onze refters. De leerlingen houden wel een mondmasker op bij verplaatsing binnen de refter, maar zij mogen het wel afdoen bij het eten. Voor lokkers en werkkoffers geldt er een iets wat speciale regeling. Net zoals in pre-corona-tijden voorzien wij voor onze leerlingen van de derde graad lokkers in de gang van de turnzaal. Leerlingen kunnen vanaf de tweede week van september op het secretariaat bij mevrouw Schumina een aanvraagformulier vragen dat zij laten tekenen door de ouders en waaraan ook een afsprakendocument zal gekoppeld worden dat ze zelf ondertekenen. Dat afsprakendocument bevat een aantal afspraken rond het gebruik van de lokker, onder andere dat een lokker bestemd is voor één leerling en niet mag gedeeld worden. Wij vragen 10 euro waarborg, die uiteraard kan teruggestort worden op het einde van het schooljaar als men de sleutel voor de lokker terug inlevert. Lokkers in de praktijkruimte mogen niet worden gedeeld en wij vragen dat de leerlingen de werkkledij dagelijks mee naar huis nemen. Het is belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk hun eigen materiaal gebruiken. Dus kleding en dergelijke meer worden niet doorgegeven. In de praktijklokalen zijn er een aantal specifieke richtlijnen van toepassing, onder andere een goede reiniging van de werkposten, handvatten en dergelijke meer. We werken ook maximaal met eigen materiaal. Het is de bedoeling om zo weinig mogelijk machines en arbeidsmiddelen door verschillende leerlingen te laten bedienen. Leerlingen proberen altijd, ook in de praktijkruimtes, voldoende afstand te houden, zelfs als ze een mondmasker op hebben. Leerlingen die op school ziek worden, worden afgezonderd. Wij zullen onmiddellijk de ouders opbellen en vragen om de leerling op school te komen ophalen. Het is dan aan de leerling en zijn of haar ouders om contact op te nemen met de huisarts, die dan de nodige stappen zal nemen. We hebben ook een infraroodthermometer op school, zodanig dat we ook de temperatuur kunnen meten. Ik eindig met een aantal variapunten. In onze school geldt eenrichtingsverkeer in alle gebouwen. De leerlingen van het vijfde jaar worden opgehaald op de speelplaats. Voor de leerlingen van het zesde en zevende jaar die in de nieuwbouw les hebben, geldt een circulatieplan. Dat wil zeggen dat zij met inachtneming van bepaalde voorwaarden zelf naar de klas mogen gaan, waar de leerkracht van het betreffende lesuur hen dan al zal opwachten. Ouders worden gezien als een niet-essentiële derde en zijn dus niet toegelaten op school. Wij vragen om telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij contacteren u dan zo snel mogelijk terug en we beleggen, als het nodig is, een online vergadering. Het volledige schooldomein is rookvrij en wij zullen leerlingen die zich daar niet aan houden ook voor sanctioneren. Een aantal van onze leerlingen komt met de wagen. Wij vragen dat deze leerlingen parkeren buiten de schoolpoort. Er is geen mogelijkheid om de schijf te verzetten tijdens de lesuren. Ik noem nog even enkele belangrijke data voor dit schooljaar. Wij hebben een pedagogische studiedag op 25 september. Dan zijn de leerlingen vrij. Er is een vrije dag op 29 januari 2021. En wij zullen een infomoment voor de vierdejaars, de derde graad en het hoger onderwijs organiseren op 11 februari. Hoe we een en ander concreet organiseren, zal afhangen van de op, dan,
op dat ogenblik geldende coronamaatregelen. Ik kom nu op het einde van het eerste deel, zijnde de praktische schoolwerking in functie van coronamaatregelen. Jullie kunnen deze maatregelen nog even terug overlopen en doorlezen in de brief coronamaatregelen die we jullie via een link bezorgen. We hopen dat we jullie op deze manier hier rond voldoende informatie geboden hebben. En mocht dat niet zo zijn, staan we uiteraard ter beschikking voor verdere informatie. Ik ga nu de verdere schoolwerking toelichten aan de hand van onze 5 pijlers. De eerste pijler luidt als volgt: de lat ligt hoog. Wat bedoelen we daarmee? We bedoelen daarmee dat we binnen VIA op een kwaliteitsvolle manier onderwijs aanbieden. En we doen dat op verschillende manieren. In eerste instantie hebben we al onze studierichtingen gegroepeerd in studiedomeinen. Deze studiedomeinen zijn hetzelfde als in de tweede graad. Kunst en creatie, STEM, economie en organisatie, taal en cultuur, maatschappij en welzijn. Elk studiedomein heeft een aantal richtingen in onze doorstroom, in onze dubbele finaliteit en ook in onze arbeidsgerichte studierichtingen. De studierichting Humane Wetenschappen is bijvoorbeeld gesitueerd in het studiedomein Maatschappij en Welzijn. Onze Industriële Wetenschappen maakt deel uit van STEM. Latijn Wiskunde behoort tot Taal en Cultuur. Economie Moderne Talen vinden we terug bij Economie en Organisatie. En Decor en Standenbouw vindt een plaatsje in Kunst en Creatie. Wij vinden het in onze derde graad enorm belangrijk om aandacht te besteden aan studieoriëntering en advies. Na ons 6e of 7e jaar gaan onze leerlingen immers verder studeren of zoeken zij een plaats op de arbeidsmarkt. Wij zetten dan ook sterk in op een keuzetraject voor onze laatstejaars, dat ofwel gericht is op studeren in het hoger onderwijs, ofwel gericht op het zoeken naar een plaatsje op de arbeidsmarkt. Wij nemen deel aan talloze infodagen van universiteiten en hogescholen. Wij gaan ook deelnemen in de mate van het mogelijk aan de sit-in. Dat is een grootschalige infodag waar universiteiten en hogescholen informatie bieden. We zullen afwachten op welke manier dat dit jaar wordt georganiseerd. En wij organiseren elk jaar ook een infomoment op school. We moeten nog bekijken op welke manier dit jaar concreet kan doorgaan. We nemen verder ook deel aan de jobbeurs, aan de schoolverlatersdag, initiatieven van de stad Tienen, om onze leerlingen te ondersteunen naar het zoeken naar een plaats op de arbeidsmarkt. Ook hier bespreken we nog in samenwerking met de stad op welke manier dat een en ander kan doorgaan in coronatijd. Het is heel belangrijk dat we in heel dat keuzetraject oog hebben voor het talent van elke leerling. We vinden het ook belangrijk om in te zetten op extracurriculaire activiteiten. Wij nemen met heel veel studierichtingen deel aan projecten en wedstrijden, bijvoorbeeld de wetenschapsolympiades, stemdagen, digitale dagen, projecten rond verzorging. Wij werken samen met het bedrijfsleven. Wij halen bepaalde certificaten, zoals bijvoorbeeld Lassen. We werken mee aan Tiens Talent Innoveert, een project van de stad Tienen in samenwerking met bedrijven, het KRAS Scholierenparlement en bepaalde uitwisselingsprogramma's zoals Erasmus+. Ook hier zullen we dit jaar bekijken in welke mate we kunnen deelnemen aan deze activiteiten. De lat ligt hoog betekent ook dat we respect voor het schoolreglement
en het werkplaatsreglement, als dat van toepassing is, hoog in het vaandel dragen. Het schoolreglement bevat een algemeen en specifiek gedeelte en kan u terugvinden op onze website. En ook het werkplaats- en het laboreglement is heel belangrijk voor de veiligheid van onze leerlingen. De vakleerkracht bespreekt dat met jullie zoon of dochter en we vragen dat het wordt ondertekend voor akkoord via het document leerlinggegevens. Er zijn een aantal regels die belangrijk zijn op school waarvoor we aandacht vragen. GSM mag enkel gebruikt worden tijdens de pauzes of uitzonderlijk met toestemming van de leerkracht en we laten geen externe geluidsboxen toe. Wordt er misbruik van gemaakt, dan nemen we de GSM in beslag. Die blijft dan op het secretariaat liggen en komt er een nota op de gedragskaart. Dit is in de digitale schoolagenda, waar ik straks nog op terugkom. Ik geef nog even mee dat de school in geen geval verantwoordelijk is bij verlies van een GSM op school. We vragen respect voor ons schoolreglement en de afspraken die erin vervat zijn, maar dat wil ook zeggen dat we hier en daar zullen sanctioneren als een en ander niet wordt gerespecteerd. Als leerlingen te laat op school komen, gaan ze altijd via het secretariaat. Zijn ze 5 keer te laat, dan zal er een 8e lesuur volgen. Als men nadien opnieuw 5 keer te laat is, volgt er opnieuw een 8e lesuur. Vanaf het 2e en het 6e lesuur volgt er een B-code, dat is voor een niet-gewettigde afwezigheid. Dat wil zeggen dat wij die B-code zullen noteren, omdat we geen reden hebben ontvangen waarom de leerling afwezig is. We werken ook met een vergeetkaart en een gedragskaart. Na elke 10 aanduidingen op een vergeetkaart volgt er een 8e lesuur. Komt men het 8e lesuur niet opdagen, volgt er een 2e 8e lesuur. Gaat men dan een en ander nog niet nakomen, zal er een strafstudie zijn. En wordt de strafstudie niet gedaan, dan kunnen we mogelijk een tuchtprocedure starten. We starten elk trimester opnieuw met een nieuwe vergeetkaart. We kunnen natuurlijk ook met een nieuwe starten als ze vol is. Op de gedragskaart kunnen een aantal vermeldingen komen naar aanleiding van bepaald gedrag. 5 meldingen geeft aanleiding tot een 8e lesuur. 10 meldingen geeft aanleiding tot een strafstudie. En na 15 opmerkingen kan de klasraad extra maatregelen bespreken en opleggen. En die kaart loopt het hele jaar door. De te laat kaart, vergeetkaart en gedragskaart kunnen jullie terugvinden in die digitale schoolagenda in Smart School. Ik kom daar later nog even op terug. Wij voorzien in onze 3e graad inhaaltoetsen, 8e lesuren en een strafstudie. Sommige leerlingen zijn ziek en moeten hun toetsen nog inhalen. Het inhaalmoment wordt dan afgesproken met de vakleerkracht. De 8e lesuren worden ingepland op 3 avonden per week en er komt een nota in de digitale Smart School agenda. Strafstudie wordt georganiseerd op woensdagnamiddag tussen 12:30 en 14:30, ongeveer elke maand. En zoals ik al eerder zei, ook dat wordt genoteerd in de digitale schoolagenda. Een 2e belangrijke pijler in onze school is katholiek. We vinden het belangrijk om samen met onze leerlingen aandacht te besteden aan de katholieke waarden. Wij werken elk jaar samen met de vakgroep godsdienst en het team schoolpastoraal rond een thema en dit schooljaar is het jaarthema verrassend vreugdevol. Corona maakt een en ander niet makkelijk rond de organisatie van grootschalige bezinningsmomenten. Ons pastoraal team gaat dan ook dit jaar op zoek naar de zogenaamde kleine en grote geluksjes om te delen. We gaan vieringen en momenten met een extra organiseren. We zijn gestart met een startmoment, een dans op de tonen van Jeruzalema.
We gaan acties opzetten rond de dag tegen armoede, Sint-Eloi, Kerstmis en Pasen, lichtmis en op het einde van het jaar een slotmoment. Er zullen bezinningsmomenten zijn als een verdiepende teambuilding en ook de solidariteitsacties in de verschillende jaren zullen we in aangepaste vorm verder zetten. We vinden het als school heel belangrijk om dicht bij onze leerlingen te staan. Dat doen we op verschillende manieren. We doen het via onze vakleerkrachten, onze leerlingbegeleiding, maar ook via onze manier van rapporteren en via onze communicatiemiddelen, Smart School of Office 365. Ik ga deze aspecten nu meer in detail toelichten. De vakleerkracht is key in het overdragen van vakkennis en zorgt voor een professionele begeleiding. Zij geven taken, lessen, opdrachten, taalportfolio's en er zijn natuurlijk ook toetsen, remedieringen en overhoringen. Jullie kunnen per vak de pedagogische fiche terugvinden op Smart School onder externe communicatie. Deze fiche wordt per klas opgeladen. Op deze manier weten jullie als leerling, maar ook als ouder, wat er precies per vak wordt verwacht. Wij hebben in onze school ook een huiswerkbeleid uitgewerkt, samen met een aantal partijen, onder andere het oudercomité, directies, pedagogische raden en vakleerkrachten zijn uiteraard op de hoogte van dat huiswerkbeleid. Zij passen dat ook toe. Onze klasleerkrachten zijn jullie eerste aanspreekpunt. We hebben er dit jaar voor gezorgd dat klasgroepen met meer dan 20 leerlingen een hulptitularis hebben. Jullie kunnen altijd bij hen terecht als er vragen zijn en zij zullen dan, als het nodig is, contact opnemen met de vakleerkrachten of met onze leerlingbegeleiding. Onze leerlingbegeleiding speelt een centrale rol in het zorgbeleid van onze school. Zij staan altijd klaar voor onze leerlingen. Ze ondersteunen hen op het vlak van leren, leerloopbaan, keuzes maken, socio-emotionele begeleiding en fysiek welzijn. Leerlingen die nood hebben aan een gesprek, vertrouwelijk, kunnen bij onze leerlingbegeleiding terecht. Zij onderhouden ook de nodige contacten met ouders en met het CLB en, als het nodig is, ook met de ondersteuningsnetwerken. Onze leerlingbegeleiding zoekt verbinding met de leerling. Wie zijn onze leerlingbegeleiders? U vindt ze hier op de slide. Mevrouw Schepers, die zich voornamelijk bezighoudt met leren leren. Mevrouw Klaas, meneer Gorinsek en meneer Meurens, die dagelijks instaan voor de begeleiding van onze leerlingen. Zij zijn beschikbaar tijdens de lesuren. Elk lesuur is er steeds een leerlingbegeleiding aanwezig. En de leerlingbegeleiders volgen zelf een aantal klassen op. Jullie kunnen ze hier zien. Het spreekt voor zich dat elke leerling welkom is bij om het even welke leerlingbegeleiding, ook al is dat niet de leerlingbegeleiding die die specifieke klas opvolgt. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zich welkom voelt bij leerlingbegeleiding en weet dat er iemand is waar hij of zij bij terecht kan. Wij bieden in de derde graad, net zoals in de eerste en de tweede graad, brede basiszorg voor alle leerlingen. Dat zijn maatregelen die wij toepassen voor alle leerlingen. We hebben ook een verhoogde zorg. Dat zijn faciliteiten die automatisch worden toegekend aan leerlingen met een erkende leer- of ontwikkelingsstoornis. Daarnaast kan het ook zijn dat sommige leerlingen in functie van hun specifieke onderwijsbehoeften nood hebben aan extra ondersteuningsmaatregelen
En voor hen kunnen we in overleg met de klasraad, CLB, leerlingbegeleiding, een individueel begeleidingsplan opstellen. Op dit ogenblik zullen we een bevraging uitsturen naar de betrokken leerlingen. Dat zijn de leerlingen waarvan we weten dat ze zorgnoden hebben. En we vragen hen om ons die bevraging terug te sturen, zodanig dat wij hun zorgnoden ook goed in kaart kunnen brengen. Wij werken samen met het ondersteuningsnetwerk ONWOP. Deze mensen mogen in code geel ook op school komen, mits uiteraard het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Wij zetten in onze derde graad ook sterk in op leer- en studiebegeleiding. En wij doen dat op verschillende manieren. Ik sprak daar straks al even over de oriëntatie van onze leerlingen naar de arbeidsmarkt of naar het hoger onderwijs. Wij bieden ook vakgebonden ondersteuning. Heel wat collega's zorgen voor bijkomende informatie, oefeningen of bijlessen tijdens de lunchpauze. Vanaf de tweede week van september zullen wij ook klassikaal sessies rond leren leren inplannen. In deze sessies komen studeertips aan bod, planningsmethodes of manieren om grote gehelen te studeren. Wij zorgen ook voor individuele begeleiding voor leerlingen die falangstig zijn, kampen met stress of nood hebben aan het versterken van hun zelfvertrouwen. Daarnaast kan elke leerlingbegeleiding individuele studiebegeleiding bieden waar het nodig is. Sommige leerlingen hebben naast de klassikale sessies rond leren leren nog nood aan een individuele begeleiding en onze leerlingbegeleiders kunnen onder andere rond planning een en ander mee opvolgen. Tijdens het achtste lesuur staat onze leerlingbegeleiding in voor huiswerkbegeleiding. Tijdens dat lesuur ondersteunen zij de leerlingen in het maken van hun huiswerk en zij kunnen dat doen op individuele basis. Een andere manier om dicht bij onze leerlingen te staan heeft te maken met communicatie. Wij zetten als school sterk in op smart school. Smart school is het voornaamste communicatiemiddel tussen de school en jullie als leerling en ouder. Alle brieven gaan via smart school. Dat wil zeggen dat alle brieven digitaal worden verstuurd via een link naar alle leerlingen en ouders van een klas. Alleen de brieven met een invulstrookje zullen wij nog op papier meegeven. Wij zullen op smart school ook een handleiding ter beschikking stellen rond het gebruik van smart school. Wij gebruiken smart school op een heel uitgebreide manier. Er is de berichtenmodule waar jullie als leerling en ouder rechtstreeks contact kunnen maken met de leerkracht, de directie, leerlingbegeleiding, ondersteunend personeel. Er zijn de brieven en de pedagogische fiches die worden opgeladen onder externe communicatie. Evaluaties, rapporten, ook stagerapporten, worden gepubliceerd via Score. Er wordt vakinformatie voor de leerlingen ter beschikking gesteld. En er is ook een leerlingendossier. De remedieringsfiche in het leerlingendossier staat open voor leerlingen en ouders. Wij gebruiken Smart School ook voor de oudercontactmodule. Dat wil zeggen, mocht er een oudercontact op school worden georganiseerd. En het is belangrijk om te weten dat de logingegevens van Smart School ook gelden voor de oudercontactmodule. Wij houden onze kalender in Smart School steeds up-to-date. En zoals ik daar straks al zei, gebruiken wij ook Smart School als een digitale schoolagenda voor taken en toetsen, maar ook voor de communicatie en korte mededelingen, gedragskaarten, vergeetkaarten, telaatkomingen, overzichten van sancties. Jullie hebben als leerling en ouder leesrechten,
op deze mappen. En wat de communicatie en korte mededelingen betreft, hebben jullie ook schrijfrechten. Wij verwachten als school dat jullie als ouder deze communicatie of de eventuele meldingen in de gedragskaarten, vergeetkaarten, telaatkomingen of sancties op een regelmatige manier opvolgen. En wij vragen jullie van dat minstens 1 keer per week te doen. Zoals ik al zei, gebruiken wij in Smart School de schoolagenda en worden alle taken, toetsen en opdrachten daarin vermeld, ook als deze worden verplaatst. Daarnaast vinden wij het belangrijk om een persoonlijke planningsagenda op papier te gebruiken, omdat dit aan onze leerlingen de mogelijkheid biedt om op een correcte manier te leren plannen. We hebben een handleiding voor onze leerlingen voorzien en we zullen deze agenda ook gebruiken in onze sessies rond leren plannen en leren leren die in september worden gegeven. Mochten er leerlingen zijn die thuis geen computer hebben, dan mogen zij dit melden aan de klasleerkracht of aan onze leerlingbegeleiding en dan zullen wij een oplossing op maat uitwerken. Ik zou nu graag even jullie aandacht willen vragen voor de ICT op onze school. Elke leerling op school krijgt een Adviatinen-account. Men kan daarmee in het hele Office 365 pakket dat wij uitrollen op school en dat eigenlijk de standaardversie is voor het schoolwerk. Wij gebruiken actief PowerPoint, Word, Excel. Er is ook OneDrive en wij zetten in de derde graad ook sterk in op Teams. We hebben Teams heel vaak gebruikt voor online lessen tijdens het afstandsonderwijs. Wij proberen elk jaar een digitale dag te organiseren. Dat zijn workshops rond bepaalde digitale thema's of bepaalde digitale tools. Natuurlijk is een en ander dit schooljaar onder voorbehoud van coronamaatregelen. En daarnaast hebben wij in onze gebouwen een modern uitleensysteem van tablets en laptops. Die klascomputers mogen in code geel gebruikt worden. Ook de laptops mogen gebruikt worden door de leerlingen. Er wordt alleen gevraagd dat het klavier gereinigd wordt na gebruik door middel van een spray op een doekje. Leerlingen mogen ook een eigen laptop meebrengen. Zij kunnen dan op het Bring Your Own Device netwerk met een bepaalde code en een bepaald paswoord. Wij vragen dan dat ze onze ICT-verantwoordelijke Nick de Henne via Smart School contacteren om de nodige gegevens te krijgen. Ik geef nog even mee dat eventuele schade aan de laptop niet wordt vergoed door de schoolverzekering. Een laatste puntje in dit thema betreft het schoolrapport. Het is uiteraard heel belangrijk dat jullie als ouder en als leerling op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van jullie zoon of dochter. Wij voorzien dan ook een aantal rapporten per schooljaar en jullie vinden hier de rapportdata, de oudercontacten en ook de data van de klasseraden die daaraan vooraf gaan. Wij hebben 4 dagelijks werkrapporten afhankelijk van de studierichting, een TTR 1, 2, 3 en 4, en 2 periode rapporten, eentje met kerstmis en eentje met in juni. In juni is er ook een rapport dat een jaartotaal weergeeft. In onze doorstroom- en dubbele finaliteitsstudierichtingen zijn er normaal gezien met kerstmis en juni examens. Of zijn er vakken met gespreide evaluatie? In onze arbeidsgerichte studierichtingen zijn er geen examens, maar is er wel gespreide evaluatie en zijn er ook bepaalde evaluatiemomenten met kerstmis en einde schooljaar. Wij hebben ook voorzien dat er bij TTR 3 en 4 een voorlopig jaartotaal wordt geplaatst en wij zullen ook heel duidelijk aangeven welke de verschillende periodes zijn in een kolom periode 1 en periode 2. Deze manier van evalueren is van toepassing op een normaal schooljaar. We moeten natuurlijk bekijken
of en in welke mate er bepaalde aanpassingen zullen zijn in functie van coronamaatregelen. Mochten er wijzigingen zijn, zullen we jullie daar onmiddellijk van op de hoogte brengen. De stages en de GIP kunnen doorgaan in code geel. Op dit ogenblik hebben wij in ons jaarplan al een aantal stageperiodes ingepland in functie van de studierichting. Jullie kunnen deze terugvinden in de afspraken Goede Schoolorganisatie in de map Externe Communicatie. Het spreekt voor zich dat een en ander afhankelijk is van de coronamaatregelen. De stage- en GIP-begeleiders zullen jullie daar op 10 september meer informatie over bezorgen. Een laatste puntje, last but not least, is onze vijfde pijler, feel good. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen in onze school en dat ze ook graag naar school komen. Jammer genoeg zijn de extramurosactiviteiten dit schooljaar opgeschort. Ook de meerdaagse reizen naar Italië, Londen en Parijs zijn voorlopig opgeschort. Wij zullen de betrokken leerlingen informeren naar de next steps, een en ander in functie van de coronamaatregelen. Wat wel nog mogelijk is op school in code geel, is de leerlingenraad. Onze leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de tweede en de derde graad, komt heel regelmatig samen, denkt een aantal activiteiten uit en bespreekt deze ook op regelmatige basis met de directie. Wij organiseren ook op school heel wat schoolactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een free podium en Chrysostomos voor onze zesdejaars. We bekijken in welke mate dat we deze activiteiten op school kunnen laten doorgaan, maar vorig schooljaar, in volle coronacrisis, hebben wij alvast een heel mooi online via Davert free podium gehad, waarin onze leerlingen hun talenten konden tonen aan medeleerlingen. Al deze activiteiten worden begeleid door onze leerkrachten. En als laatste wil ik nog een warme oproep doen in naam van het oudercomité. Het oudercomité vraagt overleg rond het nut van een oudercomité binnen VIA. Jullie hebben allemaal een flyer hier rond gekregen en we hebben ook een filmpje gemaakt. Ik zou zeggen, kijk en kom langs op dinsdag 22 september op onze school. Ik kom nu aan het einde van onze presentatie. Ik hoop dat ik jullie wat informatie heb kunnen bieden rond de praktische schoolwerking en het leven in onze derde graad. Mochten jullie nog vragen hebben, kunnen jullie ons altijd contacteren via Smart School, een berichtje sturen of telefoon. Als jullie ons telefonisch contacteren, komen jullie terecht bij ons ondersteunend personeel. Mevrouw Daisy Leenaerts, meneer Robin Ausloos, meneer Jeroen van Opdenbos, mevrouw Angelica Schumina en mevrouw Karin van der Roost. Ik zet ook nog even een aantal contactpersonen op een rijtje en onze contactgegevens. Rest er mij nog jullie te bedanken voor jullie aandacht en jullie vooral een heel mooi schooljaar toe te wensen.